them birds. Turn and kiss one man pitching, fawning, fawning, slavy dancing all. 25 november, strand and kiss what uma pitching, fawning, fawning, slavy dancing all. Goedendag kijkers, welkom bij een speciaal programma in verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Dit programma is een product van de Communicatiedienst Suriname. Het is de bedoeling om de samenleving te informeren en u deelgenoot te maken van de activiteiten voor en rondom 25 november. Er staat heel veel op schema en dat zult u allemaal zien in deze afleveringen op weg naar 46 jaar Srevidentie. Voordat we verder gaan met het heden, is het belangrijk terug te gaan naar het verleden. Waar is Srevidentie allemaal begonnen? En hoe is het tot stand gekomen? Kijkt u mee naar een samenvatting dat speciaal voor u is samengesteld. Paramaribo, hoofdstad van Suriname, is aan de vooravond van de onafhankelijkheid een opgewekt levende stad. Dat meer dan 100.000 Surinamers het land hebben verlaten, is in het straatbeeld van de hoofdstad althans niet of nauwelijks te merken. In een van de in Hollandse stijl opgetrokken wijken van het centrum worden de laatste toebereidselen getroffen voor de inrichting van de Nederlandse ambassade. Met nog 5 dagen te gaan worden her en der al feestelijkheden georganiseerd, zoals waterski-demonstraties op de Suriname-rivier, waar de Nederlandse onderzeebootjager Rotterdam het anker heeft uitgeworpen. Vele van die feestelijkheden en bijeenkomsten vinden plaats op en rond het Oranjeplein voor het paleis van gouverneur Ferrier, waar zich ook een standbeeld van koningin Wilhelmina bevindt. Opwekkingen als deze kunnen niet verhinderen dat ook in deze laatste dagen voordat Suriname een onafhankelijke republiek wordt, nog honderden Surinaamse gezinnen in volgeladen jumbojets het land verlaten. En intussen worden in Paramaribo in het gebouw van de Surinaamse Staten de laatste achterhoedegevechten om de inhoud van de grondwet geleverd. Oppositieleider Lachmon trekt tenslotte, na toezeggingen van premier Aron, de door hem ingediende amendementen in, waarna de grondwet voor de nieuwe republiek unaniem wordt aanvaard. Met een stevige handdruk bekrachtigen Lachmon en Aron ook hun eensgezindheid ten aanzien van de nieuwe Surinaamse vlag. Algehele verbroedering en grote vreugde. De vreugde zet zich voort buiten de Statenzaal, waar de mensen in honderden auto's langs de verlichte departementsgebouwen rijden. In de nacht wordt het standbeeld van koningin Wilhelmina op het Oranjeplein door een hijskraan van zijn sokkel getild. Dat gebeurt 's nachts om bepaalde gevoeligheden te sparen en mogelijke bekladding te voorkomen. Het beeld zal in het nieuwe Suriname een minder prominente plaats krijgen. 3 dagen voor de onafhankelijkheidsfeesten komt premier Den Uyl met een grote regeringsdelegatie in Suriname aan. Een dag later gevolgd door prinses Beatrix en prins Klaus. Het prinselijk paar, dat logeert in het paleis van gouverneur Ferrier, die de eerste president van Suriname wordt, vertoont zich direct na aankomst aan de voor het paleis samengestroomde Surinamers. Die zijn op dat ogenblik nog burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, maar 48 uur later zullen ze ingezetenen zijn van de Democratische Republiek Suriname, die na een koloniaal tijdperk van meer dan 300 jaar nu wordt opgenomen in de gemeenschap der onafhankelijke naties. De werkgroep die belast is met de organisatie rond 46 jaar Srevidentie heeft al heel veel zaken in voorbereiding. Zo werden er op 8 en 9 november geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking legt ons uit wat het doel is van geloofsbrieven.
come through my hair. The sun is shining in the air. As I am wandering through the streets, a special voice keeps calling me. I'm letting go, I'm getting closer. It feels so good and this ain't over. I realize my Suriname, this place called home, I won't let go. Dit is een gebruikelijk proces dat van tijd tot tijd nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven aanbieden en daarmee officieel de relatie bevestigen tussen de landen. Maar we hebben voor het eerst, na lange tijd weer zou ik moeten zeggen, dat drie landen voor het eerst een ambassadeur hier zullen hebben. Dat is Angola en dat is Servië. Alhoewel we heel wat activiteiten met Servië hebben gedaan, maar ze hadden nog geen ambassadeur hier geaccrediteerd. En dat is ook de Dominicaanse Republiek. En dat is wel interessant, omdat het aangeeft dat onze presentie, onze aanwezigheid op die internationale markt, in die internationale sfeer, aan het toenemen is. Want landen besluiten alleen maar om een ambassadeur te accrediteren wanneer ze vertrouwen hebben, wanneer ze weten dat er iets misschien te doen is in de relatie. Want dat is ook voor hun een investering. Dus ik wilde dat wel meegeven. Terwijl we dus een regulier proces hebben van accreditatie, betekent dit een uitbreiding van het aantal landen die waarmee Suriname nadrukkelijk op ambassadeursniveau betrekkingen heeft. We identified particularly two areas. This is education in mining, where we have one of the oldest universities in the world in Austria, where we would like to make available places and scholarships for students from your beautiful country. And secondly, forest management. We hope for many things to discuss, to cooperation between Vietnam and Suriname, because we are the same agricultural country and we are developing country. So we have many fields to exchange for experience and to cooperation between two countries. Yeah. I hope my duty can become the effect. Yeah. You know that Vietnam is the second country export rice in the world, and also we export coffee and many things agricultural product. And your country also have a lot of potential, so we can cooperation in agriculture, in industry, and in mineral effect also, and in investment. Na oportunidade pude transmitir ao Sr. Presidente os cumprimentos do meu Presidente, são Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, e vou despedir-me pessoal. Hij heeft de beste wensen overgebracht van de president van Angola aan de president van Suriname. En ook de beste wensen voor zijn persoonlijk welzijn en gezondheid. Informeer meu presidente que o Sr. Presidente Santori, que meu presidente deseja com a minha acreditação como primeiro embaixador da República de Angola, da República de Suriname, se possam dar início ao estabelecimento e desenvolvimento das relações de cooperação bilaterais entre Angola e Suriname. De ambassadeur is blij dat hij de eerste ambassadeur van Angola zal zijn in Suriname. En hij hoopt dat vanaf nu de betrekkingen tussen de twee landen verbeterd zullen worden. In the meeting with His Excellency President Santoki, I saw the will and the energy to build up this country in the same way I can feel in my own country. And this enthusiasm and the love of the people of this country that I can feel for the country is something that I think we have in common. But not only that, I want to share with you and with our friends and brothers from Suriname that Serbia, as the fastest growing European economy for a second year in a row, is very interested in expanding its economic and political cooperation with Suriname. Its cooperation in the educational sphere, where we already have 26 students from Suriname studying at our universities. This number will even increase in the years to come. Already next year, I expect a significant increase in the number of students from Suriname studying in our country. Yes, we have very good relations with Suriname. It dates back to 1976, so it's an old relationship. And we are trying to deepen and fortify our ties. And I'm very happy we will go further in doing more business, in doing more tourism. I will promote
people-to-people contacts and also cooperation between our business, trade and investment between our two countries. As you know, Suriname is endowed with a lot of resources, mineral resources. So we will work together to share some experiences in these areas and other areas of mutual interest. It is a good relationship, but we think that we can further strengthen in different areas, including trade, politically. And there are a lot of challenges that we have, both countries, in the international forum. Issues like COVID, issues like the impact of climate change and others. So I think that this is a good chapter for the relationship of both of our countries. And my mandate is actually precisely that, to explore any possible venue to strengthen that relationship further. We zijn sterke relaties aangegaan, intensieve relaties met onze buurlanden, met Guyana, met Brazilië, met Frans-Guyana. En we hebben de resultaten ook gezien. Er zijn 3-4 bijeenkomsten al geweest op het hoogste politieke niveau. We zijn met Brazilië nadrukkelijk bezig geweest. In januari, mid-januari, zal de Braziliaanse president hier zijn. De Guyanese president komt ook een dag daarna hier om een trilaterale summit te hebben om te praten over strategische samenwerking. Dus we hebben met Frans-Guyana verschillende overeenkomsten afgerond met betrekking tot de grens. We hebben voor het eerst een Franse minister van Buitenlandse Zaken gesproken, formeel en een document ondertekend. Dat is voor het eerst gebeurd, na 45 jaar onafhankelijkheid. Dus ik ben tevreden over de regionale, de nabuurlanden. Maar we zijn ook in CARICOM-verband nadrukkelijk bezig. En niet alleen door te participeren, maar de president, ikzelf, andere ministers, zijn substantieel bezig met visie uit te dragen. Het is niet alleen participeren om die stoel warm te houden en te zeggen dat je er bent geweest. Nee, het gaat erom dat je visie uitdraagt, dat je meedoet in die discussie. Op die manier creëer je meer respect en waarde voor je land. Jaar geleden was muziek ook een van de bindmiddelen binnen onze samenleving. Wij brengen u een selectie van de meest beluisterde liederen rond Srividensi. Geniet u met ons mee. Sai de mi mudete, sai de mi mudete,
Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, met roelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met roelala, Marie, Marie, Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij pas goed. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, met roelala, Marie, Marie, Mara. Marie Mara, oh Marie, ma Marie, ma Marie, ma Marie, ma Marie Mara, oh Marie. Tot zover de eerste aflevering van Op weg naar 46 jaar Srevidentie. Voor meer informatie blijft u de Communicatiedienst Suriname volgen. Goedendag. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, met roelala, Marie.